Yo mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij en vandaag gaan we audio synchroniseren in Premiere Pro. Nou, iedereen kent het wel, sommige mensen doen het met een klapje. Je hebt bijvoorbeeld de audio van je camera en de audio van je studiemicrofoon en die twee lagen wil je gewoon perfect op elkaar hebben. Zodat je audio niet achterloopt op je mond bijvoorbeeld, dat werkt gewoon niet, ziet er niet uit. Nou, de meeste mensen doen het dus met een klapje en die gaan het proberen recht te trekken. Wat kan je doen? Het kan veel makkelijker in Premiere Pro. Dus wat we gaan doen... is we pakken de videolaag en die slepen we hier naartoe. Je, zoals je ziet, ik zet de camera aan. Maar je merkt, de audio is te zacht. Willen we niet hebben. Bah. Dus we pakken onze studiomicrofoon. Stel je hebt meerdere videolagen en meerdere audiofiles. En het is natuurlijk niet handig om dat allemaal handmatig te doen. Dus wat we doen, we selecteren alles. We klikken op rechtermuisknop. Dat gaan we doen. Synchroniseren. En dan hebben we dus clip, start, gaan we zo. Je hebt end. Maakt helemaal niks uit. We willen audio hebben. Nou, onze audio van de videolaag staat op track 1. Dus dan doen we track 1. Je hoort dus niet track 1 of mixdown. Dan doen we ok. Dan gaat even nadenken. En kijk. Hoe makkelijk is het nou om je audio te synchroniseren in Premiere Pro? Het is zo makkelijk. Het is gewoon rechtermuis klik. En het ligt er dan een beetje aan de hand van hoe lang die video is. En hoeveel audiolaag je hebt. Hoe lang dat duurt, dat proces natuurlijk. Het kan bijvoorbeeld 5 minuten duren als je, weet ik veel, een uur aan audio hebt bijvoorbeeld. Maar dit is gewoon een super makkelijke manier. En daarvan hey, dat deel ik even met jullie. Vond jij dit nou een super handige korte tutorial? Vergeet dan zeker niet even te liken en te subscriben. Heb jij misschien nog vragen of wil je dingen leren? Daar kan ik best wel een video over maken. Vergeet dan zeker niet even in de reacties te zetten. En dan zie ik jou in een nieuwe video.